Welkom beste kijkers bij de tweede aflevering Ja-Nee Vragen. En dat is vandaag met... Sanne Dekkers. En waar kom je vandaan, Sanne? Uit Oudenbosch. Uit Oudenbosch. En begin? Brabant. Ja, dat dacht ik. Ja, hè? En wat sowieso. Is je functie bij Stationbaan? Ik ben assistenttrainer. Ja. En? Vind je het leuk? Heel erg leuk. Dat is mooi. Zullen we gaan beginnen? Ja, noem het. Is goed. De eerste vraag. Ik vind jeugdvoetbal interessanter dan senioren. Nee. Nee? Nee. Ik heb spijt van overstappen naar Excelsior. Nee. In de toekomst... Zou ik door willen stromen naar de heren? Nee. Toen ik jong was, wist ik al dat ik voetbaltrainer wilde worden. Ja. Ik ben nu een hele trotse trainer. Sowieso. Vrouwenvoetbal komt steeds beter op de kaart. Ja. Elke ochtend als ik wakker word, dan denk ik, goh, dan ben ik het goed voor elkaar. Ja. Dieren zijn veel betere vrienden dan mensen. Ja. Ik heb een keer overwogen om te stoppen als trainer. Nee, nooit. Oké, en laatste dan. Wij gaan dit seizoen nog een goede comeback maken. Sowieso, ja. Zijn er nog vragen bij het verhaal? Nee, niet specifiek. Nee. Oké, maar heb je dat echt als je in de ochtend wakker wordt? In ieder geval, dan heb ik een mooi leven. Ja, ik sta gemiddeld 5 tot 6 keer in de week op het voetbalveld. En dat vind ik leuk, dus dan denk ik, ja, dat is goed voor elkaar. En waarom zijn eigenlijk dieren veel betere vrienden dan mensen? Ik denk dat het meer makkelijker is, want je praat er niet terug. Dus dan heb ik meestal gelijk. Oké. En vrouwenvoetbal, vind je dat echt steeds beter op elkaar te... Ja, het wordt steeds bekender, maar het mag nog wel meer hoor. Dus waar jullie nu mee bezig zijn, is alleen maar goed voor ons. Ja, dat is leuk om te horen. En dan, je hebt geen spijt? Nee, absoluut niet. Nee. Zijn er nog jaren die willen werken? Als we zo doorgaan wel, ja, we zijn op goede lijn bezig dus. En in de play-offs, wat verwacht je ervan? Oh, we gaan zeker nog punten pakken. Ja. Het is nu... We hebben nu niet altijd de punten gepakt waar we het wel hadden moeten doen. En dat gaan we nu in de play-offs wel doen. Daar ben ik van overtuigd. Ja, ik hoop het ook. Ja, wij ook. Dus, beste kijkers. Dit was dan de tweede aflevering Ja-Nee Vragen. En we checken jullie weer volgende week.